eindbaan wordt geopend. En dat was jouw idee, hè, Dorian? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, met de kindermiddag gingen we vragen stellen aan de gemeente. En een paar daarvan konden ze in vervulling brengen. Dus ook de skatebaan. Oké, dus je bent naar de gemeente gegaan. En die heb jij gevraagd, van, kun je nu dat voor ons doen? En toen zeiden ze ja. En wat is er daarna gebeurd? Ja, daarna heel lang wachten, gingen we plannen maken. En toen bij het wijkoverleg, toen schotelden ze een paar dingen voor. En, maar dat hebben de grote mensen gedaan? Toch? Nee, wij waren daar ook bij. Oh, jullie waren er ook bij? Nou, leuk, want jullie kunnen vertellen wat je wil natuurlijk, toch? Ja. En hoe ken jij deze andere drie? Ja. Zijn dat vrienden van je? Goede vrienden van school of gewoon uit de buurt? Nou, ze zijn eigenlijk van de kindermiddag en ja, we zijn wel een klein beetje vrienden volgens mij. Dus je hebt eigenlijk een soort club bij elkaar. Ja. En dan ga ik even door naar Maddox. Maddox. Hoe vind jij het dat het dit allemaal is gebeurd zo, die skatebaan? Ik vind het echt super leuk dat dit kan, want ik ben natuurlijk gek op skaten, maar anders moet ik helemaal naar Rotterdam of naar Vlaardingen toe. En nu kan ik gewoon eigenlijk gewoon in mijn eigen dorpje kan ik gewoon een steunstap om een skatebaantje. Nou, dat is hartstikke leuk. En jij hoort ook bij de club van Dorian, begrijp ik, hè? Ja, dat is waar. En dan ga ik even, dankjewel. En dan ga ik even naar de dames toe. En dan heb ik Alissa, toch? Ja. Vertel eens, waarom vind jij het leuk om hier aan mee te doen? Nou ja, eerst de Wilhelminaplein, dat was natuurlijk niks. Je had niks, alleen maar een klein speeltuintje. Maar ja, nu heb je een soort van skatepark. En nu kan iedereen lekker gezellig doen en dan wordt het ook een gezellig plein. Ja, dan kan je lekker bespelen met je vriendjes en vriendinnetjes, toch? En hoe vind je het om je hebt ook geholpen natuurlijk, hè, om een beetje te regelen allemaal, hè? Ja, ik heb ook mee geholpen. Nou, hartstikke leuk idee. En dan ga ik nu even naar Lois, onze kleine griebelkoningin. Lois, je bent 9 jaartjes pas, hè? En jij vindt het ook leuk natuurlijk om te helpen en om te skaten en te spelen hier, toch? Ja. Hoe vind je dat? Vind je het leuk om het vaker te doen? Heb je ook een beetje geholpen met Dorian en met de anderen? Ja. Wordt het ook een beetje leuk om het allemaal met elkaar te doen? Ja. Nou, heel mooi. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de skatebaan. En veel speelplezier. En tot de volgende keer. Ik sta hier met Mieke Wichman van JNS Schiedam. De organisator en de hulp bij dit project. Mieke, je bent van JNS. Waar staat JNS voor? Stichting JNS Projecten staat voor jongeren- en seniorenprojecten. Wij organiseren jongeren- en seniorprojecten in de wijk om de buurtbewoners met elkaar te verbinden. En dan het liefst jong en oud, omdat daar nog wel een stukje ligt wat nog nodig is. Nou ja, dat is inderdaad ook zo, want als je elkaar begrijpt en kan met elkaar omgaan, dan worden natuurlijk alle partijen worden daar natuurlijk alleen maar beter van. En gelukkiger. Ja, dat is ook zo, dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, want uiteindelijk moet de samenleving, ben je uiteindelijk met z'n allen. Hè, en ik vind het sowieso leuk dat er een organisatie is die dat organiseert. Want ik had begrepen dat u ook een beetje wat doet met organiseren, dat u de jongeren een beetje ondersteunt richting gemeente. Dat klopt, hè? Ja. Dus jongeren die bij ons binnenkomen en die geen baan hebben of een stageplek zoeken of geen werk hebben, dan proberen we die te ondersteunen daarin om daar mee aan de slag te gaan en ze ermee te helpen. Ja. Ik wil eigenlijk weten, wat uw rol is geweest in het proces om dit leuke traject voor elkaar te krijgen? Ja, dank je. Als wijkprocesmanager van de gemeente is het mijn taak om zeg maar een brug te zijn tussen bewoners, collega's, professionals in de wijk en de gemeente zelf. Dus het college. In het kader daarvan organiseren wij bijvoorbeeld mobiele wijktafels. Daar staan we gewoon met een kraam in de straat en zeggen we, vertelt u het maar. Waar loopt u tegenaan? En wijkoverleggen. Nou, de kinderen zijn een tijdje terug bij de mobiele wijktafel voor het eerst naar mij toegekomen. Wij zouden dat eigenlijk wel een leuk idee vinden. Ik zei, werk het eens verder uit en kom ermee terug. Toen zijn ze op een wijkoverleg geweest en hebben ze gezegd, nou, we gaan het zo en zo willen doen. Eigenlijk hebben ze het heel serieus aangepakt. Ja, ze hebben het heel serieus aangepakt. Alle lof voor de kids. En vervolgens heb ik gezegd, het maakt misschien een beetje lawaai. Dus ga eerst even bij de mensen die eromheen wonen vragen of ze het een goed idee vinden. Want als iedereen tegen is, dan wordt er heel veel gedoe.
Nou, dat is ook zo. En uiteindelijk, ja, het moet ook een beetje leuk zijn voor iedereen, ook als je er woont. Precies. Hè, dat het toch, ja, weet je, niet alleen ja, kinderen en plezier is leuk, maar het moet ook een beetje passen in de buurt. Correct. En daarom hebben zij, eerst zijn ze alle huizen langs gegaan, hebben ze vervolgens bij iedereen gevraagd of mensen ermee in zouden stemmen. Op één na vond iedereen het een goed idee. Toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. En dan ga ik dus naar mijn collega's van de speelruimte, dus chef speelruimte die net voorbij liep. Maar ook de chef van de buitenruimte gezegd van, nou, de kinderen willen dit. Lijkt me een hartstikke leuk plan, kunnen we daar budget voor vinden? Die zijn op zoek gegaan en hebben het gevonden. En toen konden we dus aan de kinderen iets gaan voorstellen. Zo van, zou dit iets zijn wat jullie in gedachten hebben? Ja, was het antwoord. Ja, dan is het kwestie van uitvoeren. Dat is een weekje, anderhalf geleden, hebben we het neergezet. En nu kunnen we het dus gaan openen. Eigenlijk dus de ideale samenwerking tussen gemeente, bewoners, kids en iedereen die in de wijk woont. Dat vind ik helemaal goed samengevat. Wat is uw rol hier eigenlijk in geweest? Nou, wij beheren de speelvoorzieningen. We kregen via Marcel Kreuger, de procesmanager van de wijk, de tip van joh, de kinderen hebben een leuk idee om hier een klein skatebaantje te maken. Toen hebben wij gekeken van nou, hebben we nog wat liggen? Want we hadden in de meerjarenbegroting niet opgerekend. Hè. Dat zijn gewoon onverwachte momenten. En we hadden nog wat in het magazijn liggen bij Irado van een andere plek die opgeheven is in de buurt van de A4. Die moest daar toch weg. Dus die elementen hebben we een paar jaar geleden opgeslagen en die lagen al een beetje weg te kwijnen onder het onkruid. Dus toen zei ik van, hé, dat is misschien een idee om die hier toe te passen. Dus toen zijn we wat gaan passen en meten. En bij Irado zit iemand die zelf ook skater is. Dus die heeft dat verder uitgetekend. En dat hebben ze aangebracht hier. Dus ja. Eigenlijk dus die ideale samenwerking tussen gemeente, bewoners en andere organisaties. Ja, zeker. Zeker. En zeker moeten we Irado noemen, omdat die doen voor ons het beheer. Ik ben zeg maar de opdrachtgever daarvoor. En hun doen ook dit soort aanlegklusjes. En er zitten ook stratenmakers en mensen die verstand van speelvoorzieningen hebben. Dus zo is dat tot stand gekomen. En zo is het gebeurd en zo is het gekomen. Ik zou zeggen, vriendelijk dank voor uw medewerking en een hele fijne dag verder.